Wij gaan op reis naar Sicilië en we zijn ons aan het klaarmaken. De valies ligt hier al achter mij. Hier staat er nog eentje op de grond. En degene met het meeste stress om in te pakken is mijn mamatje. 1, 2, 3, let's go! Het is 3 uur in de ochtend of zo. De valiezen zitten allemaal in de auto en nu gaan we op weg naar Brussels Airlines. Oké, we zijn eindelijk aangekomen op het vliegtuig. We zitten hier allemaal. En het is nu 3 uur vliegen of zo en dan zijn we er. We zijn aangekomen en we zijn echt super mega toeristisch met onze valiesjes. Echt hotel aan het wandelen. Oké, we zijn net in ons hotel aangekomen. We hebben eigenlijk een hele dag al in Palermo rondgereisd met een gids. Dus we hebben al zoveel dingen gezien. Daar worden nu een beetje sfeerbeelden van. We zijn aangekomen in het hotel, dus ik ga een kleine roomtour doen. Ik zal dat doen. We gaan het eiland zo rond, dus we gaan op verschillende locaties zitten. Dus ik zal altijd een kleine roomtour doen. Ik weet niet of jullie dat leuk vinden, laat het even weten in de comments. Ja, maar we gaan dus nu even kijken. Oké, dus hier komen we uit de lift en dan heb je echt zo'n soort van, het is echt heel paleisachtige vibes. Ik sta hier gewoon een random kamer. Hier, nee daar, nee hier. Stappen onze ouders. En wij gaan verder op de gang. En ik denk dat wij 303 waren. Ja, en dan kom je binnen. Dan heb je dus mijn bed waar Jonas toe aan het chillen is. En waar zal ik en Jonas gaan slapen. En dan de badkamer, die ook redelijk ruim is. Dus toppie! Hier dus feest voor de heilige Santa Rosalia. En dat is een zilveren kist en dan gingen ze dan zo in een parade opvoeren. En ik wou dat natuurlijk zien. Maar eerst waren ze gewoon allemaal mensen met een vlag die aan het stappen waren en er was geen sfeer. En dan opeens begon het en ik zat in de douche, dus ik moest echt zo lopen voor mijn leven. En dan zijn we op straat gegaan en dan was het wel zo nog sfeer en waren mensen confetti aan het gooien en zo. Dus dat was wel. Vandaag is dus de tweede dag dat we in Palermo zijn. Maar we gaan nu even een stap doen naar Monreale, want daar is er een grote kerk, kathedraal, ik weet het niet. Maar dat moeten we zeker gezien hebben met veel mozaïeken. Daar ga je nu de beelden van zien. Ik kent je niet meer. En dan, we zijn hier en het is hier een trouw.
Oké, we zijn de derde dag in Palermo, maar vandaag gaan we naar ons andere verblijf. Dus we gaan op de baan naar het andere verblijf. Even stoppen we aan de tempel in Segesta. En daarna gaan we naar Trapani, het tweede stadje wat we gaan doen. En gaan we gewoon even zwemmen in het zwembad. Het is echt schattig. Dus daar onder de boom is er een beetje schaduw. En net zat ik alle mensen staan daar samen met op, terwijl er een ganse plaats is. We zijn vandaag de vierde dag in Sicilië en we zijn dus van hotel gewisseld en we zijn naar Trapani doorgereisd. We zitten nu in de auto, want we gaan naar Zoutmijnen gaan kijken, richting Marsala, een ander stadje. Daarna gaan we Trapani zelf ontdekken en een kabelbaantje van over de stad. Ah ja, naar boven eerst en dan naar beneden. Ja, hetzelfde naar nemen om dan zo'n mooi uitzicht te hebben over de stad. Voilà.